kijkuur is rustig naar. Verder zitten dus nog op de bank Joop Hiele, de doelman, Gerald Vanenburg, Wilbert Suvrein, Johnny van Schip en Jacques Troost. Wedstrijden hier beginnen zelden op tijd, dus ook nu niet. Er is nog alle tijd voor een plaatje van het Nederlands elftal. Met Ruud Gullit met de aanvoerdersband op. Eén wedstrijd heeft Cyprus gespeeld in de aanloop naar deze wedstrijd toe. Dat was ook tevens de eerste kwalificatiewedstrijd van het team van Cyprus in deze op weg naar het Europees kampioenschap. Op 3 december won Griekenland hier op Cyprus met 4-2. En hier heeft u de namen van de Cyprioten. Op het laatste moment zijn alle namen nog in een hoge hoed gegooid en de rugnummers redelijk gewijzigd. Dit is de laatst bekende opstelling. De namen zullen u in principe weinig zeggen. En ik neem aan dat u deze informatie voorlopig voor lief neemt. Het Cypriotische elftal wordt bovendien ook geplaagd door een aantal blessures. En dat maakt weer dat de coach, u ziet zijn naam rechtsboven, Jakovou, zijn voornaam is Panikos, als een berg tegen deze wedstrijd, tegen het Nederlands elftal opziet. Hij mist maar liefst 4 van zijn steunpilaren en hij heeft nu in de ploeg 3 debutanten opgenomen. Nederland voor de aftrap met op de rug zien René van der Gijp en Johnny Bosman. Johnny Bosman de plaats van Marco van Basten moet innemen. Marco van Basten die deze wedstrijd vanuit het ziekenhuis in Amsterdam volgt. En hier was voor het eerst Arnold Buren, 35 jaar aan de bal, die voor het eerst na jaren weer teruggehaald is in het nationaal elftal. De doelman van Cyprus is Andreas Garitou. Hij speelt zijn 4e interland, hij is 25 jaar. Daar is en daar is de eerste mogelijkheid voor de Cyprioten. Het is dat Christofi er niet het maximale rendement uit haalt, maar onmiddellijk binnen een minuut is de Nederlandse defensie gewaarschuwd. Fouten worden wel afgestraft. Dat heeft ook Griekenland een aantal weken geleden ondervonden. Ruud Gullit had last van de conditie van het veld, kon daardoor de bal niet onder controle brengen. En weer is Cyprus weg, maar nu is de vlag omhoog gegaan. Buitenspel voor Christofi, de man die net de kans had. Die hier meestal bij zijn voornaam Evagoras genoemd wordt. De scheidsrechter is een Roemeen, Igna. Hij was onder andere van de partij ook op het wereldkampioenschap voetbal in Mexico, waar hij 2 wedstrijden floot. In de voorronde West-Duitsland-Schotland en verderop in het toernooi. Die interessante confrontatie die u zich ongetwijfeld nog herinnert tussen Brazilië en Frankrijk. Van der Gijp. Maar Nederland krijgt een vrije trap tegen. Misos, een van de beide centrumverdedigers. Hij was er vorige keer toen Nederland hier 2 jaar geleden op Cyprus speelde ook bij, maar toen kwam hij niet in actie. Bleef hij wisselspeler, in tegenstelling tot Spelbos die er toen de hele wedstrijd bij was. Lange paas van Spelbos die niet aankwam. Christofi hier. Gullit. Doelschop van der Gijp kon er niet bij. En Socrates, een van de 3 debutanten in de ploeg, ziet erop toe dat de bal inderdaad over de lijn gaat zonder dat Van der Gijp erbij kan.
Socratus. Hij speelt hier in Limassol, een van de drie clubs die dit stadion voor competitievoetbal gebruiken. Een debutant die opgeroepen is omdat er hier in Limassol gespeeld wordt, met name ook. Marangos is een verdedigende middenvelder en geen slechte. Hij loopt al een tijdje mee bij het Cypriotisch elftal. Nu balvies bij Christofi. Bullet voor het Nederlands elftal. Niet te belopen voor Bosman. Achterin is Van der Gijp nog. Maar het balvoordeel is voor Cyprus. Garitou neemt de doelschoppen zelden zelf. Meestal laat hij het aan Dimitris Misos. Jan Koudakis. De inzet van de spits Stavrides. Jan Koudakis langs de linkerkant en Stavrides. Hij scoorde eenmaal tegen Griekenland en miste bovendien een penalty. 2,5 week geleden. Met nummer 6, Jan Koudakis. Hij is een van de vedetten van het voetbal op Cyprus. Hij heeft ook een aanbieding om in de Griekse competitie te spelen voor... Die aanbieding beloopt in het totaal ongeveer 80.000 Cyprische ponden. Dat is een bedrag dat je kan uitrekenen als je weet dat een Cyprisch pond ongeveer 4,5 gulden waard is. Vullen. Van der Gijp, de man die gekozen is in plaats van het schip omdat hij in vorm is. Eerste mogelijkheid voor Bosman. En Rekaard. Bal van de lijn gehaald. De man die de bal van de lijn haalde heeft Tsikos. Tullet. Nu komt de verdediging van Cyprus onder druk te staan. Bosman handhaaft die druk door de mogelijkheid om terug te spelen naar Garitou af te sluiten. En dat levert uiteindelijk balbezit op voor Nederland. Van Tichelen. Nu dus aan de rechterkant, zoals ook afgelopen woensdag tijdens een oefenwedstrijd tegen het amateurelftal op het sportcentrum van Zeist geprobeerd. Van der Gijp. Muren. 5,5 jaar geleden speelde hij ook op dit eiland. Evenals Simon Tahamata. Zij zijn de enige twee die nog over zijn in het Nederlands elftal van de ploeg die hier toen won. En die toen met 1-0 won door een doelpunt van Kees van Kooten in zijn eerste interland. Nog eens dat moment zojuist. Garitou was al gepasseerd door Rijkaard, die mee voorin was. Tsikos haalde de bal van de lijn. En onderbreking voor een blessure van Misos. Bosman. Muren. Rijkaard. Nederland probeert het elftal van de tegenstander vast te zetten. Onder andere door ter hoogte van de middenlijn al op buitenspel te spelen. Zoals bij spelervattingen zojuist. Maar nu is het ook buitenspel aan de andere kant. Zeker van Johnny Bosman die als laatste terugkwam.
En zo is het speelveld heel klein. In een straal van 20 meter staan alle 20 veldspelers bij de uittrap op het hoofd van Rijkaard. Van der Gijp komt er niet bij. Spelbos. Nederland weer met de hele bezetting op Van Breukelen na uiteraard op de helft van de tegenstander. Siloy. Bosman, bal blijft liggen, maar ook een overtreding tegen Bosman van Misos. Bosman, die net als alle Ajaxiden Igna nog moet kennen, want de laatste Europacup-wedstrijd van Ajax, Olympiakos Ajax, werd door dezelfde Roemeen gefloten. Buren de vrije trap. Spelbos. Jan Boudakis. Overtreding van Adrie van Tichelen. Vrije trap van Sotiris Tsikos. De opbouw van het Nederlands elftal begint bij Arnold Buren. Wouters. Spelbos. Hier is Rijkaard die voortdurend mee inschuift, zoals Gullit die veel in de buurt van Johnny Bosman is. Om te proberen de druk wat te verhogen. Spelbos. Voelde zich gisteren nog zo slap als een vaatdoek. Maar is in de loop van de nacht aardig opgeknapt. En zag geen enkel probleem om te spelen vanmiddag. Wouters. Van der Gijp. Bosman. Mag hem ook voor buitenspel, maar het spel gaat verder. En daar in het strafschopgebied is het heel druk. Tamata voor het eerst eigenlijk in bezit van de bal. Wouters. Van Tichelen. Rijkaard. Van der Gijp. Nederland moet het veld wel breed houden. Voorzet die weggekopt wordt. Maar Cyprus is nu ingesloten. Van Tichelen. Van groot belang is het wanneer het eerste doelpunt valt. Bosman. Tamata aannemen. En nu teruggefloten. Even de druk op het doel van Cyprus weg. Twaalf minuten gespeeld. 0-0 nog in Limassol tussen Cyprus en Nederland. Half mislukte uittrap van de doelman. Tamata. Nu een iets beter gelukte uittrap. Zij het dat er verder geen gevolg aan vastzit, want Johanu kan niets met de bal doen.
zal nog steeds alleen in het centrum, omdat Frank Rijkaard moeiteloos een linie kan opschuiven. Hier is hij. Maar hij verliest de bal aan Christofi. Rijkaard. Van der Gijp. Gullit komt er niet bij. Van Tichelen brengt Nederland terug in balbezit. Opnieuw Van der Gijp. Vrije trap. Van der Gijp meldt zich voor de bal die door Van Tichelen is klaargelegd. Gaat-ie toe. Alles steeds lang buiten de lijnen, omdat er hier een simpelbaan is, althans een kunststofbaan. En daarnaast is nog een heleboel ruimte, zodat het mogelijk is voor de Cyprioten om wat tijdwinst te boeken. Inworp gaat naar Nederland. Tijdwinst die de amateurs van Cyprus tegen de profs uit Nederland nodig denken te hebben. Osman keek tegen de zon in. Van der Gijp. Doelschop. Zo is er een kwartier verstreken. Is het nog steeds 0-0. En steeds staat daar voorin die Savides op scherp. Met achter hem Christofi. Om te loeren op dat ene kansje dat altijd wel komt. En in het benutten daarvan zijn ze redelijk bedreven, de Cyprioten. Osman neemt aan. Muren. Van der Gijp houdt hem niet in. Jan Wouters. Siloy. Rijkaard. Spelbos. Van der Gijp. Combineert met Wouters. Bal is over de achterlijn geweest. Ruud Gullit, de aanvoerder van het Nederlands elftal, bezig aan zijn 26e interland. Jan Koudakis. Ook hij speelt hier in Limassol en speelt dus in dit stadion een thuiswedstrijd. Wouters. Rijkaard komt er niet aan tegen Sokratus.
Wel een vrije trap in het voordeel van Nederland voor de overtreding tegen René van der Gijp. Adrie van Tichelen. Buitenspel dreigt steeds, vandaar de aarzeling bij Van Tichelen. Wegkopt Socratus. Herkansing van Tichelen. Van der Gijp. Van Tichelen. Savidis. De enige die voorin is, is Christophie. Siloy is bij hem. Damata. Muren. Siloy. Van der Gijp. Niet de eerste overtreding van Tsikos tegen René van der Gijp. Tichelen. Gullit de lucht in. En het is 0-1. U ziet het, ruim 19 minuten gespeeld. En de muur is slecht, de band is gebroken. De vrije trap van Van Tichelen is al onderweg in deze herhaling. Gullit torent hoog boven iedereen uit. En hij zit goed in de kruising ook. Dat is een basis om op verder te gaan. De vorige malen, 5,5 jaar geleden en 2 jaar geleden, had het Nederlands elftal veel tijd nodig om een voorsprong te nemen hier op Cyprus. Toen de beide malen in het Makariostadion van Nicosia. Nu, binnen 20 minuten, staat de eerste treffer van Nederland op het scorebord. Wel zaak natuurlijk om achterin even attent te blijven als voorheen. Na wat 5 en 6 dan toch gaan we het inworpen beleven van Adrie van Tichelen. En dit soort situaties moet Nederland niet laten ontstaan. Weinig organisatie en daar speculeren de tegenstanders op. Het is Jan Koudakis. Die zich onder andere meldt voor de vrije trap. De man met de aanvoerdersband. En de man met nummer 3 is Mia Miliotis. Eergisteren hier op het eiland tot voetballer van het jaar uitgeroepen. Alle 11 Nederlanders terug. De inzet van Sava. Een van de debutanten, eerste hoekschop van de wedstrijd. Jan Koudakis is vanaf de linkerkant. Van Breukelen. En de bal wordt daar van de lijn gekopt door Siloy. Moment om zo nog eens terug te zien, maar voorlopig gaat het spel door. Sava.
Jan Goudakis. Dit soort momenten van een opleving bij het elftal van Cyprus komen vaker voor. Nu is het buitenspel aan de linkerkant van Jan Goudakis, dus zijn de zorgen voor Van Breukelen en de zijnen even voorbij. Maar dat is typisch voor het Cypriotisch elftal dat hier de beste kans van allemaal krijgt. Een eigen inzet van Rijkaard, zo lijkt het in herhaling, die door Siloy van der Leyen gehaald wordt. Spelbos. Wel is er nu ook even ruimte aan de andere kant. Gullit besefte dat. Van der Gijp. Via Miliotis. Bosman en Tahamata waren daar met eigenlijk maar één tegenstander. Siloy. Wouters. En het breed houden van het veld blijft het parool. Siloy. Tahamata. En daar is Jan Goudakis weer. Stuit door Stalbos. Tahamata met Mia Miliotis in de rug. Nu maakt Mia Miliotis de overtreding. Maar voorlopig heeft Simon nog niet veel laten zien. Vrij trapmuren. Bosman. En zo zijn de Cyprioten er even uit. Rijkaard. Bosman. Tahamata. Spelbos nu ingeschoven. Van Tichel heeft de positie in het centrum overgenomen. Wouters. Bosman, rand buiten spel. Inzet, Buren. Redding, Garitu. Goeie actie van Bosman die de bal klaarlegde voor Arnold Buren. Hoewel Bosman in een positie stond waarvoor de grensrechter ook best de vlag had mogen hebben. Hier nog eens dat moment. Inmiddels in werkelijkheid Wouters met Van der Gijp. Van der Gijp weer met Sikors. Niet meer dan een doelschop. Het stadionnetje in Limassol is inmiddels aardig volgelopen, zeker naar begrippen op dit eiland. In Limassol is men iets enthousiaster nog voor voetbal dan in de hoofdstad Nicosia. En Mia Miliotis terug op zijn doelman Garitu. De meeste spelers van het elftal van Cyprus komen overigens wel uit de grote clubs die in Nicosia hun standplaats hebben. Vrije trap tegen Nederland. Op de grond ligt Johanu. Johanu, een van de spelers van Apoel,
uit Nicosia. Apoel dat hier op dezelfde verkiezing waar ik het eerder over had eergisteren tot ploeg van het jaar is uitgeroepen. Dat alles gewonnen heeft wat er hier maar te winnen is het afgelopen seizoen. Het is landskampioen geworden, het is bekerwinnaar geworden. Het heeft de nationale supercup gewonnen. En het heeft, en dat is ook al verbazend, de eerste ronde van het Europa Cup toernooi overleefd. Waarna het in de tweede ronde om politieke redenen niet gespeeld heeft tegen Beşiktaş uit Turkije. Apoel opnieuw aan de leiding in de competitie hier op het eiland. Samen met Omonia, ook al uit Nicosia. Op de derde plaats AEL hier uit Limassol. Hier gaan we nog een keer dat moment zien waarop Johanu geblesseerd raakte in het duel met Spelbos. Johanu is er weer en gaat zijn tweede interland toch verder volmaken dan 29 minuten die nu verstreken zijn. Hoewel. Van Breukelen stopt de vrije trap van Sava. Frankrijk uit. Diloy. Dahamata. U ziet het, half uur verstreken. Spelbos. Sava met Gullit. Resultaat, doelschop voor Garitu. Savides met Silo in de rug. Yamiliotis. Savides. En nu is het over. Wouter terug op Van Breukelen. Ooit ploeggenoten bij de FC Utrecht. Osman verliest het kopduel van Misos. Sava. Damata meegegaan met Miamiliosis. En die maakt een overtreding. Nee, een inworp gewoon. Damata. Van der Gijp. Belbos. Rijkaard. Tullet. Vrije trap. Overtreding Sava. Vrije trap ongeveer op dezelfde plaats waar eerder de vrije trap van Van Tichelen vandaan kwam, waaruit Gullit koppend scoorde. Het enige doelpunt tot nu toe. Nu Van der Gijp zelf ineens. Hij probeert het in de muur. Buitenspel gelukt, maar de grensrechter zag het niet.
Dus mag het spel door bij Van Tichelen. Nu wel balvoordeel voor de Cyprioten in de vorm van een inworp. Amata, maar die leidt weer balvlies. Wouters achter Van Tichelen kan worden opgehaald door een Eveligheid. De Lid moet er langs. Muren. Kopbal van Bosman naast de paal. En de verkeerde kant. Goed werk in de actie voorafgaand aan de kopbal van Johnny Bosman, die u hier in beeld ziet. Aan de rechterkant van Gullit en daarna van Arnold Muren. Overtreding van Muren tegen Savidis. En dit is een paar meter buitenspel van Christofi. Oost-Indisch Doof heet dat. Tien minuten nog tot rust. Gullit. Weer Gullit er goed langs aan die kant. Tahamata, koppen was natuurlijk nooit zijn sterkste kant, maar een aardige actie. Gullit en Tahamata. Savidis. Marangos. Jan Koudakis. Overtreding Jan Wouter. Jan Koudakis zelf achter de bal voor de vrije trap. Laat het nu aan Tsikos. Tichelen op de weg. En dan hebben de Cyprioten geen vervolg tot bij Mia Miliotis. Tsikos. Eerste hoekschop, Nederland. En uit hoekschoppen wil nog wel eens gevaar voortkomen, want Nederland heeft een aantal vast ingestudeerde patronen voor dit soort standaard situaties ontwikkeld. Ook Spelbos is nu mee naar voren. Maar Tahamata vermorst de kans, zoals kleine Simon de afgelopen periode nog maar weinig goeds heeft laten zien. Dat is al de tweede maal dat we dat moeten constateren. Gullit. Mia Miliotis. Jan Koudakis. Tsikos. In de voeten van directe tegenstander van de Gijp.
en uiteindelijk een inworp voor Nederland. Van der Gijp. Stelbos. Zoeken naar de opening die er eventueel is. Van der Gijp is er nu langs. Goeie bal, maar ook goede ingreep. Gaat hij toe. Rijkaard. Marangos. Sava. Ioannou. Sava. En Van Breukelen die zich moet strekken voordat Christofi achter hem, die nu voor in de beeld liep, een kans zou krijgen. Van der Gijp. Bereikt Bosman niet. Miesel zat te tussen. Gullit. Weer Misos. Wouters. Gullit. Kans. Een bijna kans voor Johnny Bosman. Eindstation toch, Gary toe. Er ligt nu een van de Cypriotische spelers geblesseerd in het doelgebied voor Garitou. Gullit schiet van afstand op de vuisten van diezelfde Garitou. En Isna laat gewoon spelen. Van Tichelen de eerste situatie tegen Ioannou. Hier nog eens dat vorige moment. De voorzet van Gullit. En Bosman voor zijn tegenstander, Tamata en Garitou. Daaruit ontstaat ook de blessure waarvoor het spel nu wel onderbroken is. Dik 4 minuten voor de rust van een wedstrijd waarvan u hopelijk niet verwacht hebt dat het een schitterende demonstratie modern voetbal zou worden. Rinus Michels, de bondscoach van het Nederlands elftal, heeft het al gezegd. Dit zijn wedstrijden waar je alleen maar verliezen kan. Als je niet wint, is het een ramp. En als je wel wint, is het heel normaal tegen een voetbaldwerg als Cyprus nou eenmaal nog steeds is. Dimitris Misos is weer in de wedstrijd. Naar wat het spel met een scheidsrechtersbal. En die bal moet eerst de grond raken voor hij gespeeld mag worden. Daarom nog eens. Steeds dreigend wel met een demarrage. Hij krijgt niet de ruimte voor een schot. Rijkaard, Muren, Tamata, Gullit was er. Sava zat er in eerste instantie tussen. Rijkaard brengt terug. Van Tichelen. Hoofd van Misos. En dan weg is weg. Ioannou. Brengt Chico's in de problemen. Het resultaat is uiteindelijk
Balverlies voor de Cyprioten. Twee minuten nog tot de rust, blessure niet meegerekend. Bosman via Miliotis. Rijkaard. Tamata. De doeltrap van Socratus, die hier bij AEK Limassol speelt. Zijn eerste interland. Hij speelde wel in het onder 21 elftal en in het Cypriotisch Olympisch elftal. Maar dit is toch een grote dag in zijn voetballoopbouw. En u ziet het, we zijn bijna in de laatste minuut. Misschien nog één goede actie van Nederland. Van Tichelen. Weerta Mata vanaf de rechterkant. Maar opnieuw is het rendement niet om over naar huis te schrijven. Of Van der Gijp moet iets aardigs bedenken. Vlag omhoog voor buitenspel van Tamata. Dat op de tribune de Cyprioten er wel. En de Nederlandse supporters die meegereisd zijn er niet in zullen zien. En u ziet het in de extra tijd van de eerste helft. Bovendien is de verwachting dat de rust hier niet echt kort zal duren. Omdat het nogal een end lopen is naar de kleedkamers in dit stadion. Stadion dat overigens in 1975 voor het eerst is gebruikt. En werd geopend met een vriendschappelijk interland tegen de Engelsen. Toen was het 0-1 in het voordeel van Engeland. Nu is de rust dan 0-1 in Nederlands voordeel. Maar toch gaan bij gelegenheid van de rust... De gedachte even uit naar de man die er niet bij is in het Nederlands elftal. Spitsspeler Marco van Basten. U bent terug in Limassol, waar het Nederlands elftal de grasmat of wat daarvoor doorgaat betreedt. Het elftal van Cyprus was er al met één nieuwe speler, Mavroudis. Naar wij bevroeden voor Ioannou, die in de eerste helft aangeslagen geraakt is. En we kijken even of er wijzigingen in het Nederlands elftal zijn aangebracht. Vooralsnog ziet het daar niet naar uit. Voor in beeld René van der Gijp die terug kan zien op een goede eerste helft. Er ging dreiging van hem uit. En Igda, de scheidsrechter, heeft nu de tweede helft in gang gezet. En Cyprus pikt de draad op waar het gebleven was voor rust. Achteruit. Christofi, Spelbos. De Lid zwaar gehinderd. En komt dan heel ver en krijgt dan een vrije trap. Net buiten het strafschopgebied. Gullit die goed doorging. Ondanks de beletselen die twee tegenstanders hem in de weg legden. Een vrije trap. 16 meter en een paar centimeter van het doel van Christofi is zijn beloning.
Davide staat als een Grieks, als een Cypriotische Heiting de muur te dirigeren. Bij de bal staat Tahamata. Het zou kunnen zijn dat Buren gaat schieten. Het zou ook kunnen zijn dat Van der Gijp dat doet. Van der Gijp. Internationaal liggen de verhoudingen zo dat ploegen als Cyprus in de tweede helft naarmate de tijd vordert wat meer moeite krijgen met het tempo van de professionele tegenstanders. Nederland kan daarvan meepraten, want de beide voorgaande malen viel beide malen het Nederlandse doelpunt in de tweede helft. De laatste keer zelfs pas een minuut of acht voor tijd. Peter Houtman zal daar in de rust het zijne wel over gezegd hebben. Nu dus een voorsprong al voor Nederland in de rust. En de mogelijkheid om die voorsprong iets verder uit te bouwen. Gullit. Wouters. Van der Gijp. En een hoekschop. Nee, de bal is nog voor de cornervlag over de lijn gegaan. Dus Gullit hier werpt in. Van der Gijp. En gaat hij toe in twee bedrijven op de inzet van Simon Tahamata bij de tweede paal. Nederland speelt nu de kant op in de richting van de haven van Limassol. In de eerste helft speelde het in de richting van de heuvels die de stad omzomen. Misos, centrumverdediger, is er nog steeds bij. Via Miliotis komt er niet aan tegen Kiloy. Tichelen, Siloy. En de redding van Spelbos. Het is niet eens een hoekschop, maar weer zo'n moment dat toch het opportunisme van de tegenstander Nederland even in de problemen brengt. Buren. Maar er is al gefloten tegen Frankrijk. Bij afwezigheid van Nikos Pantsarias, normaal de aanvoerder, maar nu geblesseerd. De meeste vrije trappen van achteruit van Misos. Gullit achterin. Daar mag hij niet vaak komen van Wiegels en Advocaat. Hij moet in de buurt van Bosman blijven om voorin voor het nodige gevaar te zorgen. Dat heeft hij trouwens gelijk van die stelling bewezen. Met die goede kopbal. Die kopbal die het doelpunt oplevert. Het vervolg van de actie bewijst het gelijk trouwens eens te meer. Maragos en Christofi zetten op en het publiek komt overeind omdat de grensrechter de vlag in de lucht steekt voor buitenspel van Savides.
Rijkaard. Inworp Nederland, afgedwongen door Wouters. Van Tichelen. Van der Gijp. Goeie voorzet, Gullit achterin, kijkt tegen de zon in. En komt daarom niet goed bij de bal. Tamata houdt hem vervolgens niet binnen. Davides. Geboten voor een overtreding, vrije trap keepers. Siloy is er niet mee. Overtreding tegen Evagoras op Christofi, al naar gelang in zijn vijfde interland. Hij scoorde, als u dat zich herinneren kunt, dat schitterende eerste doelpunt van Cyprus tegen de Grieken uit een kopbal, een vallende kopbal. Jan Koudakis de vrije trap. Mavridis de invaller. En Gullit. Tsikos. Met de bal neer. Van der Gijp. In zijn favoriete positie min of meer. Deze pas is ook goed op Muren. Tamata komt buitenom. Maar stuit op Gari toe. Davidis. Loopt tegen de rug van Stelbos aan. Zegt Igna. De scheidsrechter. Stel gaat door. Rijkaard die de bal zomaar inlevert bij een tegenstander, in dit geval Tsikos. En om de tegenstander onder druk te krijgen is balbezit het eerste noodzakelijke gegeven. De omhaal was van Sokratos. Inworp Arnold Muren. Rijkaard meldt zich. Siloy. Spelbos. Rijkaard. Van der Gijp gaat. Paas komt. Maar de bal blijft liggen op dit merkwaardige veld. En dat geeft Tsikos de gelegenheid om op te ruimen. Spelbos. Gullit. Daar gaat toch de meeste dreiging en het meeste gevaar van hem uit. Daar heeft hij het meeste rendement voor de club. Tamata. Tegen Mia Miliotis. Tamata komt er niet uit. Bosman, goed. Tamata. Spelbos. Christofi. Rijkaard. Naar Bosman. En dat lukte bijna, want Vizos ging op de knieën. Muren. Gullit. Demarage Gullit.
De vuisten van Garit. Wel de eerste corner voor Nederland sinds de rust. Nu de linkerkant voor rust tweemaal. Op de rechterkant wel weer Simon Tamata. Rijkaard en Stalboos zijn bij de eerste paal. Maar het rendement is nieuw. Hier nog eens dat pad van Gullit. Miliotis. Christofi. En Siloy. Davides. En de inworp gaat naar dezelfde Davides. Deze aanpak en deze stijl, zoals zojuist, kom je niet ver. De opdrachten die in het begin volden om het veld breed te houden en om veel in te schuiven met de linies, die moeten gehandhaafd blijven. Dan heeft het Nederlands elftal kans op vervolg van het succes. Voor zover de voorsprong van 0-1 uit de eerste helft een succes genoemd mag worden. Inworp via Miliotis. Davides. Vrije trap in het voordeel van Christofi. Die spitsen. Christofi en Davides. Die zijn best handig en blijven handenbinders voor de Nederlandse verdedigers. Hier was Davides. En daar is de invaller, Mavroudis. Gullit. Nee, Rijkaard natuurlijk. Krijgt de bal niet lekker mee, maar op de voorzet die gemist werd door Socratus. Nog bijna een vervolgkans voor Gullit. Hier is Rijkaard weer. Van Tichelen. Wouters. Van der Gijp. Opening van Muren op Tamata. Wouter.
Rijkaard. Christophe. Jan Koudakus komt. Belmond krijgt een vrije trap tegen, maar ik denk dat Sigda een eerdere overtreding gezien heeft van Van Tichelen tegen Jan Koudakus en die al bestraft. Wouters claimt dat de aanvoerder van Cyprus zich liet vallen. Niettemin, het blijft een vrije trap. 17 meter van het doel van Van Breukelen. Jan Koudakus zelf. En Van Breukelen komt daar nog net met de vingertoppen bij. Hij stond niet goed en niet vast op de benen, de doelman van PSV. Hij werd verrast door de inzet van Jan Koudakus. Kijk maar. Hij glijdt onderuit. En raakt dan de bal misschien nog met de vingertoppen of niet. Was in ieder geval niet nodig. Igna heeft in ieder geval een hoekschop gegeven. Inmiddels langs de kant bij het Nederlands elftal, terwijl er een blessurebehandeling aan de gang is. Voor een blessure van Frank Rijkaard. Monne de Wit daarbij. Uit de dugout voor een warming-up zelf Vanenburg gekomen. Kop van Jan Koudakus, kopbal Savidis en weer bijna een kansje in dit geval voor Christofi. En met de marge van 1 doelpunt verschil zit een ongeluk nog steeds maar in een klein hoekje. Daarvan kunnen de Grieken meepraten die na een 1-0 voorsprong de teugels lieten vieren en vervolgens met 2 in achter kwamen en bovendien nog een strafschop tegenkregen die gemist werd. Van der Gijp. En weer een vrije trap voor de overtreding tegen Savidis. Jan Koudakus, centrale figuur in de ploeg van Cyprus. Belast zich met bijna alles, hoekschoppen, vrije trappen, muren. Overtreding tegen Bosman. Overtreding van Bizos. En een wissel aan de Nederlandse kant. Terwijl Bosman nog op de grond zit. Het is Frank Rijkaard die eruit gaat bij Nederland. En nog steeds buiten beeld, want u kijkt nog steeds naar Johnny Bosman. Nu loopt hij achter door het shot. Gerald Vanenburg in de ploeg. Hier is je bord eerst. De eerste drie is deze hoekschop. Gerald Vanenburg verdient dus een verkiezing in de selectie. Hier is hij in beeld met zijn optreden in het Olympisch elftal dat weliswaar verloor in Utrecht tegen de DDR met 1-0. Maar hij was veruit de beste speler van die wedstrijd. En nu is hij dus terug in de A-selectie.
Wanneer komt van de Gijp uit een hoek waar het lastig is voor aanvallers. Omdat verderop de zon recht in het gezicht staat. Het is Arnold Buren. En Vanenburg die er niet aankomt. Vanenburg van de Gijp. Krijgt geen ruimte om er een echte lekkere actie uit te gooien op. Spelbos. En geen buitenspel voor Christophe. Maar er is wel vast net gesloten. Daar loft het Nederlands afval ook nog. Omdat de grensrechter aan de overkant. Een Roemeense heer. Nederland het voordeel geeft van de twijfel. Tenminste als er enige twijfel was. Want naar mijn idee was er volgens mij geen sprake van buitenspel. En alle Cyprioten hier zijn er in ieder geval bij mij. Aan te merken, maar wel het moment waarop veel te laat dat die vlag omhoog ging. En het enige vervolg dat er aan deze beide situaties sowieso vast te knopen is, is dat de marge van één doelpunt te wankel is. Krijgt een vrije trap tegen vanwege de confrontatie met Mavroudis. Geen buitenspel. U ziet dat op de achtergrond Siloy nog achter de tegenstander, in dit geval Christophe, staat. Vrije trap weer van Misos. Spelbos. Damata. Heeft toch al geen leuke middag en glijdt nu ook nog in een verdedigende rol onderuit. Een overtreding tegen Bosman, maar zegt Igna. De bal werd gespeeld. Gullit assisteert de verdediging. Vanenburg. Buren. Gullit. Goeie opbouw. Aan afronding komen we niet eens toe.
Arangos. Op de pas, Muren, Spanenburg. Slot Spanenburg. Wouters. Van der Gijp. Gullit. Overname van der Gijp. Gullit, niet buitenspel. Vanenburg is voor het doel en achterin. En dat is het doelpunt van Bosman. Voortijd vergroot Nederland eindelijk de marge. En het is Bosmans eerste interlanddoelpunt. Dus voor hem een extra feestje. We kijken naar de wordingsgeschiedenis van 0-2. Gullit niet buitenspel. Dat is duidelijk op de paas van Van der Gijp. In het centrum is Vanenburg. Achterin is Johnny Bosman. Gaat hij toe, is al kansloos. En het is 0-2. Niet langs Van Tichelen en Van Breukel. Van Tichelen. Wijst dat Van Tichelen moet gaan. Van der Gijp. Maar bijna alles staat stil. Kwartier nog. Van der Gijp goed langs Sikors. Hoekschop via Socrates. Arnold Buren. Gullit kop. Gaat hij toevang. Mooi plaatje van Arnold Buren bij het nemen van die hoekschop. Op de achtergrond ziet u dan de haven van Limassol. Havenstad. En ook badplaats in het zomerseizoen. Maar we komen hier voor het voetbal. Dus Van Tichelen. Van Tichelen, nieuwe hoekschop. Ik zei het in het begin van de tweede helft al, naarmate de wedstrijd vordert, wordt de tegenstander moe. En met de steun in de rug van die 0-2 gaat het allemaal wat beter lopen bij Nederland. Hier met Buren,
Siloy. Damata. Voorzet Siloy. Haritu. Lange paas van Spelbos. Van der Geep. Bereikt de Bosman niet. Jan Koudakis. Maar de krachten bij Cyprus worden langzaam minder. De bedoeling was Muren. Davidis. Nu liep Christofi wel buitenspel en vlaggenverdrechter niet. Zonder gevolgen voor Nederland overigens. Want het balbezit is voor Gullit. Een hoekschop. Ik weet niet of ik de actie van Garitou een redding mag noemen. Corner van Vanenburg te kort. Sokratou. Wouters. Van Tichelen. Van der Gijp. Kan terugzien op een goede wedstrijd. Ging in de eerste helft de nodige dreiging van hem uit. In de tweede helft lag hij bijvoorbeeld met een paasje op Gullit aan de basis van het tweede doelpunt van Nederland. René van der Gijp, die nog wel eens verweten werd dat hij weinig constant presteerde, lijkt die naam de laatste weken en maanden te gaan logenstraffen. Tsikos bereikt Mavroudis. Jan Koudakis. Mia Miliotis. Spelbos. Jan Koudakis. Bal blijft liggen voor Siloy. Vanenburg. Bedoeling was Gullit. Doorzien door Sokratus. Christofi. Maar geen vervolg. Tot bij Mavroudis. Damata. En Inja heeft de wedstrijd onderbroken. Hij had waarschijnlijk buitenspel gezien. Bizos, de man met het verband om de linkerpols. Davidis, nieuwe vrije trap Cyprus. Από
Eigen weg, start op eigen helft, dus niet buitenspel. Wijn door een gelukje de bal, maar haalt er niet het rendement uit. Tullet. Spelbos met Christofi. Het inwerpen van de Cyprioten is ook niet alles als het spelregelboek naar de letter gehanteerd wordt. Maar Igna ziet voorlopig dat wat verdachte ingooien over het hoofd. Mia Miliotis kan ver ingooien. Dat is één van de sterke punten van deze voetballer van het jaar. Maar het resultaat komt er uiteindelijk niet uit voort. Inmiddels is Nicolaou in het veld gekomen bij Cyprus in de plaats van Marangos. Hier is hij, Floros Nicolaou. Hij mag nog 7 minuten meedoen. Vullet. Huren. Bereikt Vullet niet. Wouters. Wouters. Van Tichelen. Van der Gijp. Weer langs een tegenstander, Sikos. En een wat moeizame actie van Garitou met Bosman in de buurt. Het levert hem een vrije trap op. De Cypriotische doelman. De trap wordt genomen door Misos. Hier is Gullit. Gullit! Van richting veranderd. De schoten van Gullit zijn goed hard. Dat heeft Garitou al eerder gemerkt. Nu een hoekschop. Nederland 5e in de tweede helft. Van der Gijp. Bosman zet in. Tamata brengt terug. Vanenburg. Muren. Spelbos is mee. Garitou. En via Spelbos gaat de bal over de achterlijn. Tijd van de echte monsteroverwinningen tegen dit soort tegenstanders, zeker in uitwedstrijden, is voorbij. De laatste keer dat er hier echt een ploeg met grote cijfers won, trouwens in ditzelfde Limassol, stamt uit de begintijd van het Frans elftal, dat later bijvoorbeeld Europees kampioen werd, de begintijd van Platini, toen het hier 0-7 werd. Maar Cyprus is toch ietsje
internationaal meer georiënteerd geraakt. En nogmaals, grote scores zitten er niet in. Het zou misschien toch wel aardig zijn als Nederland nog één doelpunt erbij zou maken. Voorlopig gaan we een vrije trap van Cyprus zien, waarvoor Mia Miliotis zich meldt. En ook de centrumverdediger Misos is nu mee in de voorste lijn. Het is druk voor Van Breukelen. En uit die drukte komt uiteindelijk Bosman met de bal tevoorschijn. Tamata. Maar weer komt hij niet langs Mia Miliotis. Misschien in tweede instantie samen met Vanenburg. Overtreding van Stalbos. Jan Koudakis. En Vanenburg terug op zijn clubgenoot Van Breukelen. Buren. Vanenburg. Muren. Vullen. Van der Gijp is gestart, is diep buiten spel. René van der Gijp. Goeie inzet, goede stop, ga die toe. Ga die toe wil de bal terug van Jan Koudakis, maar Van der Gijp staat er om dat te voorkomen. Wel een overtreding van Gullit tegen Jan Koudakis. Maar de terugweg is nog steeds afgesloten. Savidis. Wouters, vrij aan de rechterkant. Van der Gijp. Wouters. Buren komt er niet door. De combinatie was met Gullit. En we zijn in de laatste minuut. Davidis. Davidis doet het zelf. Christophe stond trouwens ook buiten spel. Geen overtreding van Tichelen, vindt ook Igna.